is Dumperdrete 112 met... Ja, leuk. Wat fijn dat je er weer bent. Ik vind het ook zo leuk om er weer te zijn. En de studio is echt nog veel mooier. We missen alleen Quid, maar ja. De studio is wel mooier. De studio is mooier, maar we missen Quid. Ja. Ja, nou ja, goede samenvatting gelijk. Oh ja. We hebben een nieuwe tv. Ja, we hebben een nieuwe tv. Ja. Yo, gast. Hebben jullie die gesponsord gekregen? Buyme.com. Hebben jullie... Nou, regel voor mij ook een tv. Buy me. Punt. Voor al je mooie tv's. We hebben een tv gehad, omdat we 2 weken geleden riepen van... Hey, stuur ons een tv. En toen riep Nick nog, Coolblue, Coolblue, Coolblue. Oké. Okay. Maar buyme.nl was het snelst. Nou, als hij dit erin krijgt, vind ik het knap. Wat een dop, joh. Zo, mijn stem slaat er van over. Jeetje. Zo, dit is gewoon lasso, hè. Ik vind het wel bijzonder dat we dit samen kijken, toch? Al het zand ook tussen je... Jezus, man. Die fucking eikel. Come on, focus. Die eikel die doet me gewoon focus. Een dombo denken. Focus. Het is wel echt ook inzoomen vol op die eikel. Dat zou ik ook echt nooit doen. En zo'n kind ineens, papa, wat ben jij aan het doen? Wat is dit nou? Zo! Hij raakt gewoon in de knoop. Nee, joh. Maar ik heb ook wel respect gekregen nu voor tapier vrouwtjes. En ook tapier... Wie zei dat het een vrouwtje was? Ik wou net zeggen tapier, homoseksuele tapiers. Er moet meer gelassoed worden in bed. 5 reten. Enorme piemels. Zoveel kracht. Ja, maar ik weet nou niet. Ik vind het zo flauw om 5 reten te geven. Nou, nee, maar dat is als dat je gevoel zegt dat je 5 reten moet geven, dan moet je gewoon 5 reten geven. 6 reten. Nee, het is natuurlijk zeer duidelijk op welke talenten ze haar hier geselecteerd hebben. Hé, niet meteen het andere uitsluiten. Ze kan lekker zijn en ook slim en goed in het weer. De meteorologische skills. Ja. Nee, ik ben het er verder, ik weet niet wat ze zegt, maar ik ben het er compleet mee eens. Ja. Ik vind het echt mooi, dat dit bestaat. Ik vind het prachtig. 5 reten natuurlijk, dikke billen. 5 reten, dikke tieten. Wat is het daar rooien? Nee, maar ja. Zo, goed lichaam. Oh. Ja, maar het is dus een Tsjernobyl. Ja, ik vind het gewoon een kutfilmpje. Ik vind het hartstikke leuk. Alleen jammer dat hij zijn onderbroek niet uittrekt, want ik zie graag piemels. 2 reten. Ik ook. Ik ben heel blij dat hij zijn broek aanhoudt. Minder piemels. Weet je hoeveel dickpics ik ontvang? Ja. 1 reet. En het domme aan die dickpics is vaak dat ik alle gegevens zie staan. Dus een foto en de naam. En al het hele, dat je zoveel scheid hebt dat je denkt, ik stuur jou gewoon een dickpic en ik laat gewoon zien wie ik ben. Dus dan stuur ik altijd een print screen terug van je weet dat ik alles gewoon kan zien. En dan blokken ze me. Sorry. Ja, ja, is niet erg. Jij mag altijd blijven sturen. Doe maar wat niet. Is het nou zo leuk aan het sturen van een dickpic? Nou... Ja, René. Wel, die dicks zijn ook altijd vies en lelijk. Stuur nou eens een keer... Nee. Mans! Oh. De meeste van deze mensen ken ik ook persoonlijk. Ik vind vooral het visuele effect van die sneeuw echt goed gedaan. Ja, en meestal is het zo'n overzichtje van het jaar. Maar die remix, ik heb nog nooit zo'n Farwell kerstremix gehoord. Nee. En dan ook van allemaal hele mooie klassieke Dumpert geluiden. Bang, 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 doe het normaal. Ik heb wel het gevoel dat we afscheid moeten nemen van meneer Mant. Mant! Ik ben helemaal klaar met meneer Mant. Hoezo? Nou, omdat ik hem echt super vaak heb gebeld of hij een keertje filmpje wil opnemen. En hij heeft er echt geen zin in. Hij is ook helemaal niet zo aardig. En we hemelen hem maar steeds op. Ja, lieve meneer. Maar die man heeft natuurlijk ook gewoon een hele serieuze antiekzaak of zo. Weet ik veel. Ik wel het gewoon echt vaak afspraak met hem gemaakt en hij... Mant! Nee, maar het is gewoon wel knap dat je met... 1 zo'n woord, dat je daar zo groot mee kan worden. Maar iedereen, we hebben dus met z'n allen het leven van meneer Mant verpest. Ben je nou trots? Reageer er. Mant! Ik weet niet wie dit gemaakt heeft, maar sowieso 5 reten voor jou. 3 reten, want er zaten een beetje ook oude vibes tussen en geen Mant meer. Nooit meer Mant! Mant!
Het is wel confronterend om te zien dat ik gewoon 24 jaar verder ben of zo en gewoon niet verder ontwikkeld. Ja. Geestelijk. Ja. Mentaal. Die achterste is zo lief. Sta ik ook nog steeds gewoon. Dit is wel een van de zeldzame gevallen dat VVS bijdraagt aan de spanning van het filmpje. Als je nou een poppenwinkel hebt, dan zou ik op zich ook best wel zo'n pop willen hebben voor op de counter. Leuk! Vrouwen die hun borsten laten zien, daar krijgen we echt compleet geen problemen mee. Twee reten. Eén reet. Op Dumpert wil ik alleen vallende kinderen zien. Kinderen. Oh. Weer dat patriarchaat. Nu al in een kind van 3. Je moet je zusje gewoon niet beschermen. Dat mag niet meer anno 2017. Nou, laat maar niet leuk. Nee. Maar wel goed geprobeerd. Ja. Godverdomme. nee, bam. Het is gewoon lief van het jochie. Kom op, hè. Het is gewoon super schattig, man. Yes. Feel good. Kinderen. Hij wil gewoon lekker knuffelen. Misschien wil hij gewoon wel iets heel anders. Vrouwen die zelfverdediging leren. Top. 4 reten. Fiets op slot zetten. Ook die eerste reactie ook van, ik doe helemaal niks. Dit is die gast in de, nou, ik zal niet zeggen in de club, maar in de kroeg die al de hele avond irritant aan het zeveren is. Ja. En vervelend aan het praten, die aan het einde van de avond ook niet meer kan verstaan. Nee. Ik wil zo even iets doen. Zelfs compleet faalt bij de eindbaas. En dat hij dan even op zijn, denk, 60ste bij zijn oren gepakt wordt door de politie. Ja. Ik vind hem leuk. Maar ja, als dit nou rapper Boef was geweest, dan had hij waarschijnlijk in elkaar geslagen geworden. Het doet me heel erg denken, er was zo'n filmpje ook van een jongen die dit ook deed, toch? Iets met de politie, of hij pakte zijn pet af of zo, en toen rende hij de markt over. En toen werd hij echt keihard achterna gezeten en neergeslagen en op zijn bek geramd. En nou, dat was echt fantastisch en dat mis ik hier gewoon een beetje. Ja. 2 reten. Hey! Het topreaguursel van vorige week was van Henkie Spermatankie 69. Hallo René en Sylvana, ik wil jullie even bedanken. Door die video van jullie, dat je je ballen moet checken, heb ik maar eens even lopen voelen. En ik heb toen meteen iets raars gevoeld. Ik ben meteen naar de huisarts gegaan en het is inderdaad teelbalkanker. Maar ik ben er nu goed op tijd bij, dus alles moet als het goed is goed lopen. Dus ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor misschien wel het redden van mijn leven. En oh ja, Sylvana... Ik zou dat doen. Ja. Oh, wat goed dit. Ja. Wat een bijzonder bericht. En ook nog gewoon nog steeds jezelf Henkie Spermatankie noemen. Ja. Nee, als het echt zo is, Henkie Spermatankie. Dan een beetje raar om iemand te feliciteren met teelbalkanker. Maar... Nou, maar wel feliciteren dat je er op tijd bij bent. Precies. Absoluut. Gefeliciteerd. Stuimig Weertje 1 schrijft, 5% van de kijkers is vrouw, waarvan 1% knap. Aldus Maxime. Maar is dan 0,05% van de kijkers een knappe vrouw of 1%? En hoe zag dat onderzoek eruit? Jezus, maat, doe rustig. Geert Wilders 1-3 schrijft, ben ik de enige die het heel kut vindt dat de snoeren voor de tv aan de rechterkant niet netjes zijn afgewerkt? Welke snoeren zijn niet netjes afgewerkt? Daar. Rechterkant, wat is dat voor hun? Hen? Daar. Dit? Ja, dat is geen tv, dat is een computer. Dat is een laptop, het is een geen tv. Een hoorn. Dus ik weet niet waar je het over hebt. Bananas schrijft, nodig Rico Verhoeven uit voor dumpertreten. Dat is leuk. Oké. Okay. Konis69 schrijft, na 11 nieuwe dumpertreten ga ik het toch maar eens zeggen. Ik mis de veel hardere schreeuw van het lammetje voor de aankondiging van de reaguurdersronde. Maar die hadden we toch? Die zitten toch in? Die zitten toch in? Hebben we het volume verlaagd? Ik kan ook best wel wat harder zetten. Badslipper 382 schrijft, toch fijn dat Katy Perry een stukje is opgeschoven. Terug erin. Ja, terug in de Ja, Engels. Want Katy Perry, ik heb wel zeg maar door dit... Ja, Delta is toch Katy Perry? Maar het mooiste is dat die... Oh, ja, daar hangt hij ook. Daar hangt ze ook, ja hoor. Die piek, jongens, die piek die komt hier op mijn beeld precies op haar uit. En sorry voor de piek. Johnny Quidpunt schrijft, Maxime, je maakt me... Waarom is dit niet grappig? Omdat het gewoon
helemaal niet grappig is. Van Leeuwen zijn voorhoofd kon zo als kerstbal die boom in, zegt Jova. Onaardig. Uitgeten. Misser lage streep sarcastic schrijft, is Nick nog vrijgezel? Zijn rode neukmaatje niet meegerekend natuurlijk. Dit is een belangrijke vraag voor die 5% van de reaguurders. Nou, Nick. Wat? Ben je vrijgezel? Misschien. Nee. Nee. Somebody hij zei very misschien, toen hoorde hij zijn vriendin in zijn achterhoofd. Jawel. Nee, En kijk hier. Oké, man, hey, check me out. Man, I say it all out. Ik haal de woorden uit de lucht als een vogel op de vlucht. Ik ben super snel, dat weet je wel. Ik ben de hip-hopper, de non-stopper, puur natuur. Beter een verre vriend dan een verre buur. Dit is wel serieus knap, hoor. Je hebt een abonnement, dat heb je zo besteld. Ik zal je wat vertellen, ik heb het verder verteld. Er staan twee jongen, die staan geld te verdienen. Ik zal je wat vertellen, man. Dat doen ze bovendien helemaal alleen. Hebben we een nieuw internetgekkie hiermee? Ja, ik denk niet dat hij het gaat redden. Nee, hè? Er stond een hoop geweld in de hall of fame van internetgekkie. En de hiphop en de non-stop, ik praat tegen jou. Ze maken mij de pis niet lauw. Ja, maar kijk, ik heb ook weer bij hem, en dat heb ik bij heel veel rappers. Hmm. Als ze gaan freestylen, dat het dan van die zinnen zijn die dan rijmen. Die ze dan random achter elkaar zeggen. Maar wat ben je nou eigenlijk aan het vertellen? Ja. Dat Ali B in Zierikzee is. Ali B, waar zit hij? In Zierikzee? En dat hij hip-hop doet. Nogmaals, ik ben een hip-hopper, de non-stopper. Eigenlijk zegt hij niet veel, maar het rijmt wel. I'll let you know, go with the flow, or check my stilo. I speak the language all the way, man. I'm the wannabe, man. I'm the one that I am. Wel goed gedicht, maar niet zo goed gespit. En het is een VVS. 3 reten. Ik weet het niet. Ik moest niet lachen. En ik heb ook niks grappigs moeten zeggen. Want ik weet het gewoon niet. Maar het is gewoon 0 reten, want... Ja, nee, gewoon 0 reten. Ik weet niet waarom. Ik vind het gewoon niet zo leuk. Dennis Wening, kijk hem nou zitten met zijn dikke, blije kop. De meeste mensen worden dik door het eten van vet. Maar bij jou lijkt het wel alsof je het zo uit de lucht zuigt. Ik vond het zo heerlijk dat je zit te kijken en dat Henry van Loon daar gaat staan. Ja. Bam, 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 bam. Dat je echt dacht, ah, oh yes, ja, ik heb al die grappen niet in me zitten. Maar dit is precies als ik grappig was, had ik dit willen doen. Gewoon bam. Oh, ik vond het zo fijn. Lange Frans. Frans. En zijn possie magooltjes. Holy fuck. Wat ik nou niet snap is dat Sylvana Simons hier... Je zegt gewoon... het al van... Nee, maar ze gaat hier zitten, wat ik echt top vind, weet je wel. Want ga alsjeblieft inderdaad gewoon, neem jezelf niet serieus. Ja. Maak een paar grappen, dat is echt leuk. Ik vind ook dat we Zwarte Piet moeten afschaffen. Omdat ik vind dat kinderen moeten opgroeien met het idee... ik krijg alleen cadeaus van witte mensen. Maar dan gaat ze vervolgens weer lopen janken over die flauwe mensen bij Voetbal Inside. Ja. Denk ik ook bij mezelf van, ja, hallo, weet je wel. Ja, maar we gaan nou toch vak, niet René van der nou... Gijp serieus nemen? Kom op, zeg. Noem de partij gewoon Sylvana Simons, de SS. Wie vond je het beste en wie vond je het kutste? Ik vond Harry van Loon het best. En wie ik het minste vond, weet ik niet. Want die heb ik eigenlijk gewoon niet gekeken. Maar jouw stem, heb je hem zelf wel eens gehoord? Hallo, ik ben Giel Belen. Je klinkt als een zieke kabouter, man. Holy fuck. Als een zieke kabouter met een grote mensenpik in zijn mond. Zo ziet er ook uit trouwens. 5 reten voor Henry van Loon en Peter Pannenkoek hier in Dumpert Reten. Vind ik ook. Zo. Het begint naar het einde toe ook wel een beetje zacht. Je weet sowieso worden. Dat die gast zichzelf heel serieus neemt, anders dan lacht die collega niet zo. Ja. Ik weet het niet, ik vind het ook wel een beetje flauw, als ik heel eerlijk ben. Ja, ik vind het wel leuk, maar het is niet zo van, oh, ik heb nou een filmpje gezien van een gast, jongen, die kan die kliko's gewoon in die vallenswagen doen. Oh, moet je kijken. Nee. Goed bezig, vuilnismannen in Engeland of Ierland of weet ik veel. 5 reten voor jullie. Handtekening! Als een kleine kleuter. Je hebt heel erg je best gedaan op je handschrift. Nee. Dit was alweer Dumpert Reten 112. Gwen, fantastisch ben je weer dat je er was. En ik vond het heel leuk om er te zijn. Ik ben heel goed in complimenten geven. En je komt ook nog wel een keer terug. Absoluut. Zeker. Yes. Volgend jaar. En volgende week hebben we de kerstspecial met... Zeg ik niet. Doei!